Ik heb er begrip voor dat je de verzorging en verpleging nu aan de zorgverzekeraars geeft. Maar denk erom, ik heb er wel een heel duidelijk maar bij. Als er geen goede samenwerking tot stand komt, en dat wordt bij wet geregeld in de aanspraken van de wijkverpleegkundigen, dan loopt het verkeerd af. Want de grotere gemeenten hebben er recht op. Dat je hebt nu op het laatste moment, eigenlijk te laat, de zaak weer omgekeerd. Want het was eerst de bedoeling dat toch die verzorging en verpleging naar de gemeente toe ging. Ik kan me voorstellen dat dat voor de kleinere gemeenten erg moeilijk is. Dus ik heb er vrede mee dat het bij de zorgverzekeraars komt. Maar ik vind dat de zorgverzekeraars nu ook de hand moeten uitsteken naar de grotere gemeenten om het samen te gaan doen.